Hey, ik ben Daan. Ik ben Mauw. Ik ben Mauw. En we spelen Rust met Thibaut. Hey Thibaut. Hey Thibaut. Hey. Onze eerste gast van Daan en Mauw, hoe voelt dat nou? Ja, voor het eerst. Dus je voelt je nu al fris? Je voelt je nu al fris? Ik ga rood halen. Oh, dat is wel zo duidelijk. Laten we hem volgen, laten we hem volgen. Die man zegt, ik ga hout halen, wij moeten hem volgen. Laten we hem maar gaan, hè. Zie hem eens lopen. Ja. Lekker kontje. Dat zei ik net ook al. Ik ben benieuwd hoe lang die het gaat volhouden in de sneeuw. Ja. Voor de kijkers, jullie zien hem misschien wel. Wij twee hebben kleren, hij niet. Ja, oké, okay. Ik druk even op dat. Ik heb kleding. Ik zie eruit als een gevangene. En Mauw is de casual man. We hebben al een huisje en die laten we dadelijk zien. We hebben al lekker gebouwd, we zijn al lekker bezig. En ja, we gaan proberen het zo lang mogelijk vol te houden. Oh, dit wordt leuk. Oh, dit wordt leuk. Thibaut, je mag weer praten hoor. Dit wordt leuk, hier is het heel koud. Bij mij is het nu min 8. Ik vraag me af hoe het bij Thibaut is. Bij mij is het min 12. Hey Tibo, hoeveel graden is het bij jou? Min 25. Oh, wat? Min 25. 79? Oh. Hm? Ja, je hebt vreten gegeven. Heb je 79 HP? Ja. Je hebt hem eten gegeven, man. Oh. Oh, oh. Ik heb er 4 stukken vlees gegeven. Jee! Zoveel hebben wij zelf niet eens. Jawel. Je hebt 7, ik heb 6. Zoiets. Helemaal niet gekookt. Nee, dat niet. Ja, ik zei tegen hem, maak even een stukje voor mij, eet je het zelf op. Wat de man deze. Ik zei het is gewoon een zwerver. Het is gewoon een ranzige, wel aardig, zwerver. Blijkbaar. Hij vreet als eten op. Hij doet alsof het van zichzelf is. Maar hij zegt wel u tegen mij. En dat waardeer ik. Ja, tegen jou. Niet tegen mij. Tadam. Tegen mij zegt hij gewoon weer Mauw. Ja, misschien wel. Dat denk ik ook niet meer hoor. Voelt hij zich toch wat vertrouwder bij jou? Ja, maar ik wil ook... Hij klopt netjes aan. Oh, wow, deze man heeft wel manieren hoor. Deze kerel. Oh. Oh, daar is iemand thuis. Er is niemand thuis. Er is niemand thuis! Er is niemand thuis! Ja, dat is jullie. Dat klopt. Ik doe het gewoon. Ah, hij heeft ons door. Deze man is echt gesloten. Hey jongens, mag ik een sleutel op ons huis? Wat? Wat? Mag ik een sleutel van het huis, man? Die moet je even goed luisteren. Dat is sleutel van het huis. Je bent de gast. Je bent hier nog maar net. En dan ga je al vragen om een sleutel van het huis. Dat vind ik niet netjes. Ik heb je eten gegeven. Ik heb geen dankjewel gehoord. Geen dankjewel heb ik gehoord. En nu vraag je sleutel van het huis? Ik walg hiervan, Thibaut. Maar ik vergeef je. Je bent een goede dankjewel. Kerel. Dankjewel. Echt zielig. Dat is echt heel harde burn verwacht. Gewoon die stilte. Gewoon dat hij die spijlen daar zo ziet. En dat hij direct inspringt. Ja. Ik heb een kampvuur gemaakt voor Ben. Thibaut, ik hoop niet. Nee, er mag binnen geen kampvuur. Thibaut, niet daar naar beneden springen. Niet daar naar beneden springen. Wel. Kijk, ik hoop dat het dan zo'n kind is die dan wel gaat, maar nee, het lijst vindt. Jammer. Hey, mag ik een sleutel van het huis, alsjeblieft? Heb je me net niet gehoord of zo? Ik zit ervoor op mijn knie. Ja, kijk, dat door jij niet te doen, dat door mensen te doen die minderwaardig zijn. En zover ben jij nog niet gezakt. Dat is echt heel zielig van me. Blijf eens van mijn spullen af. Ben je echt een goede vraag? Ja. Nee, ik vertrouw je wel, Tibo. Ik vind je een aardige kerel, maar kijk, je bent maar in ons huis en dan... Nu blijf ik helemaal aan het houden. Hallo, wie is dat? Ja, ik heb nog nooit iets gestolen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar ik vind je aardig kerel, nee, begrijp me niet verkeerd hoor, Thibaut. Maar je moet een beetje rekening houden dat we je nog niet goed kennen.
Dat we voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Ja, ik ken die man net. Daarom. Maar ken ik al. Tibo, gewoon zomaar een vraag hoor, maar wanneer was je van plan om weer te vertrekken eigenlijk? Nee, we gaan een huis voor jou maken hiernaast, toch? Kom, we gaan naar beneden. Is goed, baas. Hij maakt gelijk wel de dienst uit hier, hè? Ja, klopt die nou aan? Aan de binnenkant klopt die aan. Als waarom klopt die nou aan de binnenkant aan dan? Aan de binnenkant aan dan? Ik kan jullie daar slopen. Met plezier. Wat? Moet het slopen? Ja. Waar moet het slopen? Waar moet het slopen? Eerste keer machette gebruikt. Dat is leuk hoor. Sta ik er ook echt bij. Ja. Kom dan. Alsjeblieft. Heb je hout nodig, Tibo? Wij ook. Ja, is goed. Alsof wij het hebben. Oh, yes. Nee! Jongen! Wat doe je nou? Kijk hoe ik zwemmen. Wat doe je nou? Je gaat de arme kind verdrinken. Dit moet ik op beeld hebben. Oh, kijk hem daar. Hij probeert op te pakken. Ik ga hem vermoorden. Nee. Hij heeft het ook voor. Jammer. Maar het is voor mij al min 12, hè? Ja, voor mij was het ook koud. Doe je best, Tibo. Wij gaan even verder. Hij zegt nu al help. Serieus. Gaan we er naartoe of moet hij zich zelf redden? Wat is er? Kijk hem daar hakken als een houtjakketje. Zal ik even kijken bij die Tibo dan? Ja, ik ga mee. Kom maar, dan gaan we even kijken. Misschien is hij aan het verdrinken. Ik heb niks voor te breken of zo. Oh mooi, zijn steen is kapot. Oh, ik kan nog maar steen. Ik heb een extra steen. Oh. Kom ik eerst aan mijn machette. Wat? Jij wil dit hebben? Krijg je niet. Ja, het is... Hey Tibo, we zijn er al. Jij vraagt, wij draaien. Ze staan niet naast elkaar, Tibo. Oh, je hoeft niet zo'n zielig stemmetje op te zetten hoor. We slaan het wel weg. Sla je wel weg? Ik doe het weg. Wat? Wow. Tibo, onze kijkers, als we die überhaupt hebben, vinden dat niet echt leuk. Die vinden dat eng. Moest dit weg, Tibo? Hallo? Moest dit weg? Ja, ik denk het wel. Nee, ik denk het wel. Bam! Als hij nou echt slim is, hè, dan gaat hij hier onder wonen. Dat zou ook wel grappig zijn. Waarom ga je er niet onder wonen, Tibo Teef? Oh, dat is niet aardig. Nee, dat is waar. Hij laat zich niet afleiden door ons, hij blijft gewoon... Geen hout meer. Heb je geen hout meer? Ik heb geen hout meer. Ja, dat is jammer, jongen. Alsjeblieft. Hier ligt hout. Hier ligt hout, mijn knul. Thanks. Kijk, dit keer zegt hij wel dankjewel. Hij leert ervan. Mooi. Ik heb hout nodig. Dat zou wel echt de beste move zijn die er is. Wat? Gewoon eventjes een slot op zijn deurtje zetten. Dat zou wel vies zijn. Of als hij ligt te slapen, weet je wel. Hé, hey, Tibo. Het is wel het is al bijna 12 uur, hè. Moet je niet slapen, hè? Is het geen bedtijd? Is te laat voor een klein mannetje. Ja, voor duidelijkheid, die man is 11. We konden niemand beters vinden. Hij wou ons vinden en toen hebben we maar geholpen even. Ja, we dachten, voor alle kijkers, alle leeftijden. Ja, lijkt net een familiefilm. Ja, ik zou zeggen, kijk het mee gezin. Alle leeftijden. Dat Tibo wat is? Een loser. Oh, tuurlijk wel. Sorry, ik was even in gedachten verzonken. Oh, wie dacht je nou weer? Ja, ik dacht ja. Oh! Awkward.
Ik dacht dan zeg ik het ook even goed. Ja. Wil je iets vertellen aan de kijkers? Of, nee! Is de tijd aangekomen, Mauw? Nee. Nog niet? Lang niet. Oké, nee, dan wacht ik nog even. Ja, ik ga lang wachten. Heel boos hoor. Nee, ik ben gewond!